zondagochtend 5 september rond 8 uur werden bewoners aan de Hommerterweg in Hoensbroek opgeschrikt door een explosief dat op straat werd aangetroffen. De persoon die het explosief in Hoensbroek achterliet staat op beeld. De recherche is daarom dringend op zoek naar informatie over deze verdachte. Een beveiligingscamera laat zien hoe de verdachte zich in de nacht van 4 op 5 september tussen 10 over 3 en 10 voor half 4 ophoudt op de Hommerterweg. Deze persoon is druk in de weer met een pakket wat later het explosieve materiaal blijkt te zijn met een daaraan gekoppeld snoer van enkele meters lang. Als er vanuit de Akerstraat Noord een auto passeert, lijkt de verdachte even te aarzelen, maar gaat vervolgens verder met waar hij mee bezig was. Het explosief wordt uiteindelijk achtergelaten en de verdachte verdwijnt uit het zicht van de bewakingscamera's. Wij realiseren ons dat de verdachte op de beelden lastig te herkennen is. Wij hopen toch dat er mensen zijn die ons kunnen helpen met informatie waarmee wij verder kunnen in ons onderzoek. Wellicht heeft de passerende automobilist iets opgemerkt. Neem in dat geval contact met ons op. Dat kan via telefoonnummer 0800 6070 of indien gewenst anoniem via telefoonnummer 0800 7000.